Hoi, ik ben Yvette, recruiter bij Groenhuizen. Vandaag loop ik een dagje mee met Judith hier op de Bloemhof. Gaan jullie mee? Hey, hoi. Ik ben Yvette. Hoi, ik ben Judith. Ik werk als verzorgende IG hier op de Bloemhof. Leuk dat je vandaag een dagje mee komt lopen. Nou, ik heb er zin in. Nou, we zijn nu op locatie de Bloemhof. Kun je mij hier meer over vertellen? De Bloemhof is een kleinschalige locatie met 25 appartementen. Dus wonen dus 25 bewoners en elk heeft een ander ziektebeeld. De meeste hier zitten zijn somatiek, maar er zit ook een aantal met cognitieve achteruitgang. En ik hoorde jou zeggen somatiek. Kun je, ja, wat betekent dat? Je weet cognitief nog redelijk veel, alleen ze hebben lichamelijke meer zorgvraag nodig. Nou, je vertelde net dat hier 25 bewoners wonen. Hoe groot is dan het zorgteam waar je in werkt? Het zorgteam is best klein. Ochtends start je met z'n drieën op en in de middag blijf je met z'n tweeën over. De avonddienst ook met z'n tweeën en nachtdienst alleen. Maar doordat het een klein team is, dan heb je wel korte lijntjes met je collega en dan kan je elkaar goed ondersteunen. Ik kan me ook voorstellen dat, omdat het dus zo'n klein team is, dat je functie dus ontzettend breed is. Ja, je moet meer, meer doen. Net zoals we ook bedden opmaken en wassen, aankleden en medicatie toereiken. Zoals ik eerder aangaf, is onze functie best wel breed. Zo zetten wij in de ochtend en de middag koffie en thee klaar voor onze bewoners. Het restaurant en dat gaan we nu doen. De tafels zijn gedekt, de koffie en thee zijn ingeschonken. Dus nu zijn we hier klaar in het restaurant, dus kunnen we bij een bewoner ogen gaan druppelen. Goedemiddag. Zit ie? Nou, dankjewel Judith dat ik vandaag een dagje met jou hiermee op locatie de Bloemhof mocht meelopen. Ik hoop dat je zo'n leuk inkijkje hebt gekregen in de Bloemhof en dat je het leuk vond. Ik hoop dat je zo'n goed inkijkje hebt gekregen in de Bloemhof. En voor meer informatie kan je naar www.werkenbijgroenhuizen.nl en wie weet hoe jij mijn nieuwe collega.